Dag dames en heren, we hebben een bewolkte en regenachtige dag. De afgelopen dagen is er al veel neerslag gevallen op sommige plaatsen. Veel landerijen zijn onder water gelopen, zoals hier in Brabant. En de komende dagen gaat daar nog veel meer neerslag bij komen. Mogelijk in de loop van de week ook zelfs wat winterse neerslag. Nou, op de radar zien we de regen van vandaag van noordwest naar zuidoost over het land schuiven. De meeste regen is inmiddels naar het zuidoosten al weggetrokken, maar met name in de strook over het midden van het land. Dit bandje met regen hier zal de komende uren daar nog wel overheen blijven slepen. En vooral in het midden van het land blijft het dus nat vanmiddag en ook een deel van vanavond. Het wisselvallige weer hebben we te danken aan meerdere lage drukgebieden. Het eerste exemplaar trekt inmiddels weg naar Oost-Europa. Maar een nieuw systeem komt hier al aan en is voor morgen bestemd. Dat lage drukgebied gaat ook voor veel wind zorgen in de loop van morgenmiddag. En dat zal met name langs de kust het geval zijn. Daarachter stroomt vervolgens weer wat koudere lucht over onze omgeving en neemt de kans op een paar winterse buien toe. Nou, vanmiddag is het zacht, opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Temperatuur op veel plaatsen in de dubbele cijfers, zo'n 10 graden. En daarbij valt met name in het midden van het land dus nog geregeld regen. In het noorden wordt het geleidelijk droog en daar breekt later de zon nog even door. Dat alles bij een meest matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Verspreid over het land valt er nog wat lichte regen of motregen. De meeste regen is waarschijnlijk bestemd voor de zuidelijke regio's. En veel kouder dan 8 graden wordt het niet. En morgen krijgen we dan te maken met dat tweede lage drukgebied. Er komt een stevige wind te staan uit het westen, later uit een noordwestelijke richting. En met name in het noordwestelijk kustgebied kan dan een harde tot stormachtige wind opsteken. Dat is een windkracht 7 tot 8, met daarbij mogelijk ook windstoten tot zo'n 90 à 100 km per uur. Dieper landinwaarts waait het ook wel stevig, maar is geen sprake van heel zware windstoten. Het weerbeeld is best wel vriendelijk. Af en toe schijnt de zon, maar er trekken ook een paar buien over het land. In het noorden mogelijk met een klap onweer. Nou, de dagen daarna houden die buien aan en de temperaturen gaan geleidelijk omlaag. We zien middagtemperaturen zo tussen de 4 en de 6 graden. Tijdens neerslag kan het soms nog wat kouder zijn en dan neemt de kans op wat natte sneeuw. Misschien in het weekend zelfs wel in het binnenland wat droge sneeuw toe. Zeker als het 's nachts valt, want dan koelt het af tot rond het vriespunt. En gaan we nog wat verder kijken, dan zien we de temperatuur volgende week nog wat verder dalen. Overdag tot iets boven het vriespunt. En in de nachten houdt de kans op lichte vorst aan. Ik wens u een mooie dag.